spijt dat ik vanzelf heb gegaan. Op een dag is het begonnen. Ik weet niet, zij kan naast me staan. Nee, zij vroeg aan mij. Ik weet niet, iets van huiswerk of nee. Wacht, zij had toen een lekker band en ik heb haar naar huis gebracht. Ach wel, nee, zij is zot. En soms is ze niet gezien. Zij vond mij gewoon de leukste. Daar was ik. Ach, met stik. Schatse Jantje. Nee, maar zij, hè, zij had alles door elkaar. En zij zit altijd maar te liegen. Ach, ze heeft haar commentaar. Altijd zit ze me te plagen. Nooit eens lief. Nooit gewoon. Wat ben jij toen achterlijk trut, hè? Wat een taal! Oh, zo. Wel, als ik opnieuw mag kiezen, helemaal in het begin, dan koos ik, dat weet ik zeker, mooi een andere vriendin. Wij zijn kwaad op elkaar. Wij zijn kwaad. Het is duidelijk dat ik hem haal. Oh, ik zou hem best heel de dag kunnen uitschelden. Ik zou hem eens flink op zijn bek willen slaan. Ik weet best dat ik kwaad op mijn kwaad mag vergelden. Maar voor mijn part verdwijnt hij op zijn minst naar de maan. Wij zijn kwaad op elkaar. Wij zijn kwaad. Iedereen weet het in onze straat. Hij zal alles verzinnen om mij te verliefden. Zij bedenkt vast en zeker een vettige streek, maar ik ben slim genoeg om daar niet in te stinken. En krijg ik hem vandaag niet? Zeg maar volgende week. Wij zijn kwaad op elkaar. Wij zijn kwaad. Ik word ziek als ik homies heb praat. Ik word misselijk als ik aan ergens zie lopen. Ik heb zin om te vechten, maar zij is te laat. Ik ga morgen een flesje vergif voor haar kopen. Ik weet het heel zeker. Zij is nog niet van mij af. Wij zijn kwaad. Wij zijn kwaad. Wij zijn kwaad. En toch? Waarom zijn ze pas mijn kameraad? Maar die ruzie bij ons moet in bijzijn te leggen. Waar ik wel tegen optie als tegen weg. Dus moet ik als eerste. Sorry.
is een jaar geleden pas dat ik je zag op het journaal. Ik weet nog hoe ik je daar zou staan. Ik ben zo benieuwd hoe zou het met je gaan. Ik zou je zo graag naar je toe gaan. Ik zou je zo graag even willen zien. Alles wat je had, ben je verloren. Heb je weer vriendjes? Ga je naar school toe? En vieren jullie kerstmis misschien? Ik zit nu bij de oma. De kerstboom met de kaarsjes aan. Het zou fijn zijn als ik nu bij jou langs zou kunnen gaan. Ik weet niet eens waar jij nu woont. In wat voor huis? In welke straat? Ik weet niet of het naar jou land. Eigenlijk wel een vliegtuig gaat. Maar wat ik zo graag weten zou, ik ben zo benieuwd. Hoe gaat het met jou? In een asielzoekcentrum zit een jongetje. Een zwart jongetje, van ongeveer 5 jaar oud. En het jongetje kan niet slapen. Hij kan de slaap niet vatten. Hij zit voor het raam en kijkt naar buiten. En dan ziet hij daar buiten allemaal bedrijvigheid. Kale mannen die met jerrycans op en neer lopen. En het zwarte jongetje denkt, wat is daar toch allemaal aan de hand? En dan ziet hij hoe een van die kale mannen uit zijn rechterzak een lucifersdoosje haalt. En hij haalt er een lucifer uit en sluit hem af. Maar die breekt en valt op de grond. En dan wil die kale man er nog één pakken. Maar het doosje is leeg. En dan beginnen al die kale mannen ruzie te maken en te roepen. En het zwarte jongetje ziet dat en denkt, hé, ze hebben vuur nodig. En dan pakt hij onder zijn bed een doos. En in die doos zit ingepakt in een zakdoek een gouden aansteker die hij van zijn vader heeft gekregen bij het afscheid. En het jongetje rent naar buiten, naar de kale mannen, en hij zegt, hier, er zit niet zoveel meer in. Maar als je goed schudt, dan kan je er nog een vlammetje uithalen. Hoe zou het zijn als je nooit weet of er morgen eten is? Hoe zou het zijn om nooit te weten of er wel morgen is? Hoe zou het zijn als je met 13 vader en ook moeder bent? Waar moet je heen? Wanneer je niemand op de wereld kent. Zelf je geld verdienen. Zien dat je een slaapplaats krijgt. Zorg dat je morgen weer een dag in leven blijft. Morgen is voor ons een droom. En de toekomst, dat is heel gewoon. Maar heel wat zijn er blij met weer een dag voorbij. Morgen is voor ons een droom. Wat je wilt, gebeurt gewoon. Bij ons kan je het echt dat voor de meeste kinderen op de wereld niet is weggelegd. Als ik het kon beslissen, was iedereen gelijk. Als ik het voor het zeggen had, was ieder kind stinkend rijk. Ik heb slingers voor hem opgehangen. S'morgens vroeg het huis versierd. Mijn moeder was totaal vergeten dat Ramon zijn verjaardag was. Ik weet het, hij is niet echt ons broertje. We hebben hem pas geadopteerd. Hij woont in een land in Palma. Het is heel arm, hebben we geleerd. Wat zou hij nu doen op zijn verjaardag? Zou hij cadeautjes krijgen of alleen een kopje rijst? Hij heeft ons ook al een brief geschreven. Nee, eigenlijk was dat zijn oom. Die vertelde van het leven in het dorp waar onze broertje woont. Hij gaat naar school toe en helpt bij het werk. Haalt water elke morgen. Moet voor de geiten zorgen. Heeft hij wel tijd om nog te spelen? Ons broertje, daar denken we heel veel aan. We willen alles wat we hebben graag met hem delen. Ons broertje woont hier ver vandaan. Maar waarom zou dat zo wel moeten schelen? Wat vindt hij leuk? Wat heeft hij nodig? Mijn ouders sturen geld, dat is waar. We zouden liever naar hem toe gaan om hem te kunnen zien. Kom dat maar. Nu laten we hier voor hem de kaartjes uit. Dit is Ramons verjaardag. Ik wou dat hij de taart zag. En we het samen konden vieren. Thank you.
Thank you.